Pak hem even van die staten. Ja, graag. Ja? Zijn al op dood. Dit is een Horex Regina, een 400 cc 1 cilinder. Deze motor heeft 1869 gewiek 18 en ik wie bijna 19 toen heb ik mijn ribbewisier op helle. Ja, ik ben al 62, dus ik ken eigenlijk hoe lang ik hem al heb. Ik vind motors, ik vind het schitterend en vooral dikke 1-pitters, 1 cilinders met een lekkere ferme klapperuit, dat vind ik machtig mooi. En op een gegeven moment kreeg je een zoon. Ja, Jannek is eigenlijk opgegroeid met mijn motorfietsen, met het geluid van deze machines. Ja, en toen er een hier of heb je vier hier, toen hield hij zijn eerste motor. Een Peewee. En ja, dat is mijn begon. Hij was 5, toen hield hij zijn eerste KNV-wedstrijd en hij is nu 26. Dus hij rijdt al 21 hier. Tien wie Nederlands kampioen werd in de 60cc. En toen trok hij naar de Special, de motor zonder rem. Nou ja, 124cc, twee keer Nederlands kampioen werden. Toen trok hij de 400, direct bij Nationaal, het eerste hier Nederlands kampioen. En toen trok hij de senioren. En ik wie mij 16 ik me kwalificeerd voor het WK langbaancyclus. En mijn eerste EK-finale rijden. En nou ja, tien jaar later ben je Europees kampioen. Ja. Dat is het een beetje. Ja. Onvoorstelbaar. Nou ja, het is wel heel, voor mij, ik vind het heel bijzonder. Voor mezelf. Ik heb er stopt een hoop tijd en energie in. Een hoop mensen die mij, financieel en mijn andere dingen alweer ondersteunen. Monteur en die altijd mij geeft. Dus ja, dan is het wel mooi. Ja, je zijn succes behel je. Ja. In je hele leven eigenlijk wat in teken van de motor, van de motorsport? Ja, in principe wel. Van al jongs af aan. Nou ja, vroeger al met mijn crossfiets kan het omsleutelen. En zo langzamerhand wat steeds meer bij de motors belutsen. Je zit er geen remmen op? Er zitten geen remmen op, nee. Nee, dat is juist dat wel. Er zit geen skief op, niks. Alleen nog een koppelingshendeltje. En je moet er wat driften tot de bocht. Maar is dat levensgevaarlijk? Ja, maar jij je net goed uitje en bedoel steken is ik levensgevaarlijk. Dus wat is levensgevaarlijk? Ik ben erin opgegroeid, ben er maar ingegroeid en ik weet net beter. En ik denk dat er een rem op zou zitten en dan zou ik hem dan net gebroken. Dus dat heb ik niet zin. Stoel praat net. Ja, ze is het wel. Praat maar met elke baanspotter die zei van remmen, ja, dat is eigenlijk niet nodig. De rem is de auto, dus de motor dwars is in principe.
Ik was begin 20 en had een break nodig van mijn studie. Dus ik ga een jaar naar Israël toe. En daar was ik op een gegeven moment op een feestje van gemengd Joods-Arabisch publiek. En de manier waarop ze gingen dansen was zo anders dan dat ik gewend was. Vrouwen die heerlijk in zichzelf met de heupen gingen schudden en eigenlijk ook geen oogcontact zochten, maar lekker in hun lijf aan het dansen waren op die drum van de muziek. En de reactie van die mannen was ook zo leuk. In plaats van dat ze dan aandacht wilden trekken, was het van, ze stimuleerden die vrouwen om in zichzelf te duiken in dat dansen. Ze knoopten een sjaaltje om de heupen, dat dan wel. Hè? En gingen op één knie erbij zitten, staan klappen. Maar die energie was zo mooi, vond ik. Ik denk, hey, wat gaat dat leuk, dat buikdansen. Ja, de vrouw werd echt daarin opgehemeld. En dat mag ik wel, ja. Ik heb ook gewoon voor de klas gestaan, maar het buikdans is zoveel leuker om te geven. Dus dat is uitgegroeid tot een beroep waar ik veel lessen in geef. Marie Memmer te doen? Nou, heel erg leuk. Ja, ik doe het al vanaf mijn 11e of zo. En ja, ze is een goede lerares en ik leer veel, dus ik vind het erg leuk. Het geeft gewoon plezier dansen en het is gewoon, ja, je voelt je heel mooi. Het is gewoon heel fijn. Ja, dat zo? Ja, echt wel. Maar is het net een beetje naked of eng soms? Of? Nou, nee, je voelt je eigenlijk heel vrij als je danst. Ja, het is gewoon fijn. We kennen Molly dat eigenlijk net. Die doen het ook wel. Ja. Toen ik ook op reizen was in Egypte. Oh, joh, de disco's zijn vol met mannen. Vrouwen mogen niet dansen, maar die mannen, oh, die gaan dan lekker met de schouders dansen. En die kunnen ook al die dingen die wij doen, maar dan nog veel verfijnder. Hè? Want ze hebben van die smalle heupen. En die mannen die hebben niet zoveel nodig om los te gaan. Hè? Muziek en het is genoeg. Ja, dat is super. Ja. Die mannen niet. En welke mannen dan wel? De Friese mannen. Ja, maar dit is een mis met de Friese man. Die gaan pas dansen als ze flink dronken zijn. En dat is zo jammer. Maar dan doen ze je wel heel erg goed. Ja hoor. We'll be right back.